In Koploper stellen we eigenlijk elke week ondernemers voor uit Noord-Limburg die succesvol zijn in het buitenland. Maar u, Maurice Beurskens van het Asian Full Service Center, u probeert de Aziaten, de Aziatische ondernemers, te interesseren voor Noord-Limburg. Hoe doet u dat? Precies, wij gaan in eerste instantie gebruik maken van de bestaande netwerken. NFOJ, Nederland Distributieland, LIOF is een belangrijke partij. Die zijn al actief in het buitenland voor het acquireren van Aziatische bedrijven. Ja. Daarnaast gaan we ons eigen netwerk opbouwen en veel contacten leggen, veel netwerken. En proberen ze te verlokken, te verleiden, ja, om precies, zich te vestigen precies. Of uit te breiden hier in Noord-Limburg. Maar Azië is groot. Wat is uw focus in Azië? Wij richten ons op China. We zien dat de economische macht zich aan het verschuiven is. Amerika zal zijn nummer 1 positie in rond 2025 verliezen. Dus ook in onze regio zullen we onze focus van het westen naar het oosten moeten verplaatsen. Ja. Maar wat zijn dat, leg het me uit, wat zijn dat dan voor een type bedrijven? Welke Chinese bedrijven zouden zich hier dan kunnen vestigen? Kijk, de goederenstromen uit Azië worden steeds groter. Ja. En voor steeds meer bedrijven wordt het interessant om hier een steunpunt te hebben. Ja. Tegenwoordig is het bedoeling dat je snel kleine series kunt leveren. En vanuit Azië is dat moeilijk. Omdat je met een doorlooptijd zit van 5 tot 6 weken. Dus de bedoeling dat die Aziaten dan hier hun voorraad gaan neerleggen, hun basisvoorraad, en na klantorder snel klanten. Dus dan is het logistiek, dan is het een soort opslag, een tussenstation, ja, zeg precies. Maar. En dat zou in logistiek. Noord-Limburg passen. Logistiek. Want het is een logistiek centrum al precies. Eigenlijk ja. Hier. En die voordelen klopt. Zien ze? Ja, die zien ze wel. We zitten natuurlijk in de Blue Banana, de hoogste concentratie van mensen, industrie en geld binnen Europa. Ja. En we hebben perfecte infrastructuur. We zijn goed verbonden met Rotterdam. Ja. 4 keer per dag komt er een shuttle naar Venlo. Dus vandaag komen dus de containers kan. Aan ja. En morgen komen ze hier. En wat zijn dat dan voor producten? Is dat ook bijvoorbeeld food- en agri-gerelateerde producten? Want bijvoorbeeld bloemen is ook al een handelswaar. Precies. Hè? Food is ook zeker in opkomst. De technieken voor deze goederenstromen worden ook steeds geavanceerder. Ja. En het wordt steeds meer mogelijk om die hier naartoe te halen. Ja. Hebben we inmiddels begrepen vanuit Noord-Limburg hoe je die Aziaten moet benaderen om ze zover te krijgen? Want het zijn natuurlijk gigantische cultuurverschillen waar u tegenaan loopt. Precies, cultuurverschillen is een probleem. Daar moeten we echt op inzoomen en ons daarvoor interesseren. Ja. We gaan er ook vanuit het Asian Full Service Center duidelijk mee aan de slag. Ik heb zelf bij een Japans bedrijf gewerkt, dus ik weet ongeveer dat het verschilt en dat je daar open voor moet staan. En dat gedachteproces dat komt op gang. We lopen een beetje achter in de regio Venlo. Ja. Er zijn al heel wat Aziatische, Chinese bedrijven, met name in Nederland, maar die zitten niet in de regio. Dus we willen een inslag. Ja, we moeten een inhaalslag maken. Ja. Ja. En wat is dan vervolgens de kans voor de Nederlandse ondernemers, de Noord-Limburgse ondernemers? Die moeten ook proberen aansluiting te vinden en er hun voordeel mee doen. Ja, precies. We richten ons op de MKB-bedrijven. Mm-hmm. Daar zit vaak de kennis, de kunde niet, de capaciteit niet om naar Europa te komen. Ja. En dat moeten we eigenlijk aansluiten op de MKB'ers hier in de regio, die vaak ook beperkt zijn in hun capaciteit en in hun uren. Je moet dat bundelen. Ja, precies. Ja. Dus het Asian Food Service Center gaat meerdere bedrijven vertegenwoordigen om zo makkelijker die bedrijven hier naartoe te halen en ook volledig te begeleiden. Want dat is ons doel, van A tot Z begeleiden. Wanneer is uw service center eigenlijk succesvol? Zodra wij voldoende arbeidsplaatsen in de regio genereren. Durf je daar een getal aan te koppelen? De prognoses zijn dat wij binnen nu en 3 tot 4 jaar 100 tot 150 directe arbeidsplaatsen kunnen verwezenlijken. Ja. Ja. Nu is het zo dat hier dit Chinese paviljoen en die Chinese tuin die hier omheen ligt, die blijven intact, ook na de Floriade, dus na oktober. Ja. En dan zou dit dus zomaar de plek kunnen worden waar Noord-Limburg en Azië elkaar blijven ontmoeten. Ja, hopelijk. Want de Floriade is natuurlijk ideaal. Er komen al verschillende delegaties uit Azië, China, Japan. Dus daar sluiten we bij aan en daar kunnen we ons goed profileren. Maar ook na de Floriade stopt het niet natuurlijk. Die eerste contacten zijn gelegd. En het is natuurlijk interessant als dat hier blijft, dan kunnen we echt als eyecatcher die bedrijven blijven interesseren. Maar ondernemers uit Noord-Limburg die dit allemaal zo horen en aanzien, die zouden zich eigenlijk ook bij u moeten melden om te zeggen van hey, ik zie kansen, ik wil ook wat. Ja, er zijn genoeg bedrijven die zich al gemeld hebben en we laten dat rustig op zijn beloop gaan. We gaan niet, rustig?
Snelheid. Ja, ja, Limburgskens, toch niks rustig? Jawel, in het acquireren van de bedrijven zijn we natuurlijk volop bezig. Ja. En de begeleiding, daar zijn we al voor 90% zijn we eruit. Ja. We hebben de bedrijven en de leveranciers en de kernpartners die dat kunnen. En dat zal aangevuld moeten tot we inderdaad 100% foodservice kunnen leveren in een rap tempo. Ja. Ja, en die arbeidsplaatsen kunnen genereren. Precies. Hartstikke mooi. Ik wens u alle succes. Dankjewel. Dank u.